Welkom bij de bespreking van ons openingsrepertoire De Tarras. We kijken hier naar een strategisch thema als overzicht van deze historisch rijke opening, die door Siegbert Tarras, Duitse arts van meer dan 100 jaar geleden, werd geopperd. En het is een opening die de tand destijds heeft doorstaan, wel met de nodige aanpassingen, maar daar gaan we eens naar kijken. Goed. D4. D5, ons repertoire zet. C4, E6, paard C3. En hier hebben we direct de uitgangspositie van de Tarras, waar wit allerlei manieren in heeft gevonden om dat tegen te spelen. We gaan kijken naar een manier die tot de dag van vandaag het meest gangbaar is en als hoofdvariant aangemerkt kan worden. Wit slaat, zwart slaat terug, paard F3, paard C6... En het is deze opbouw die de zwartspeler altijd het meest stuipen op het lijf is misschien een groot woord, maar toch eigenlijk wel de kritieke stand meegeeft. G3 is de Rubinstein variant. Rubinstein, tijdgenoot van Tarras in die tijd, moest natuurlijk ook iets bedenken tegen wat dokter Tarras had bedacht. En deze opzet is in één woord fantastisch bedacht. Die loper die op G2 komt, die gaat druk uitoefenen op D5 en tegelijkertijd wordt de witte koningsstand eigenlijk heel erg veilig gemaakt door zo'n loper die vlakbij die koning staat. Paard F6, loper G2, loper E7. Tegenwoordig is het erg modern om op D4 te pakken en loper C5, de zogenaamde Dubov variant. Ik heb er niet voor gekozen omdat die erg uitgeanalyseerd is. Loper E7, kort. En ook hier heeft wit de nodige variaties en varianten. Hij kan op C5 slaan, een hele belangrijke zet. Hij kan A3 doen en allerlei loper zetten met loper C1. Behalve loper D2, dat is niet zo'n hele goede optie, maar loper E3, loper F4. En dit is de meest gebruikelijke zet. Het is eigenlijk wel de hoofdvariant van de Tarras. Loper G5. Goed. Ons repertoire zet is deze zet, C4. Maar ik laat je eerst een klein stukje historisch overzicht zien van deze zet, C-D4, want dat is lange tijd het wapen geweest van niemand minder dan een meneer Garry Kasparov. Op weg naar zijn wereldkampioenschap kreeg hij allerlei opponenten mee te maken in de kandidatenmatches, zoals Beljavski, zoals Smyslov, zoals Kortsnar. En daarna mocht hij aantreden tegen Karpov. En 4 keer bediende hij zich van de Tarras. De Tarras is nooit weer legd met deze manier, maar toch wel een beetje in onbruik geraakt. En het zou best weer kunnen dat later weer engines weer vinden dat het weer oké is voor zwart. Maar ik vind het nu op dit moment niet oké. Ik zal je daarvan iets van proberen te laten zien. Ik heb dit jarenlang gespeeld met zwart. En ook deze stand op het bord gehad, hele vele malen. Toren C1 is op dit moment wel de meest gebruikelijke zet, maar ik laat je een aantal andere ideeën even zien. Een daarvan is A3. Een beetje een rare zet zou je denken, maar het idee is om dame B3 te spelen en eventueel naar paard A5 naar A2 om te blijven drukken op D5. En je ziet, deze pion, daar gaat het allemaal om. En die loper op G2, die kijkt daar natuurlijk fantastisch naar. Dat is de verkeerde pijl. Die loper op G2, die heeft druk op D5. Het paard op C3 drukt daarop. En als er ook nog eens een dame naar B3 kan gaan en een toren op D1, ja, dan kan het een beetje benauwd gaan worden voor de zwartspeler met zijn pion op D5. Allerlei ideeën dus. En zo hebben witspelers allerlei ideeën bedacht om die pion op D5 onder druk te zetten. Nou, laten we eens kijken. Loper E6, dat is echt nodig om te gaan überdekken. Hier is dame B3 een zet geworden, maar dit is ook een zet. Om direct te slaan op E6. Dat idee dat komt later in zwang. Met deze manoeuvre erbij, om het zo te spelen. Nuttige zet om allerlei schaakjes op de diagonaal A2G achteruit te halen als zwart gaat oprukken met E-pion.
mysterieuze zet, lijkt het, maar is niet zo. Want kijk, na A6 is dit het idee om de paard G4 loper G1 te spelen. Paard A5. En ja, dit was een onduidelijke stand in de partij Smyslov tegen Kasparov. Kasparov was gewoon duidelijk de sterkere schaker, dus won ook deze stand. Maar het is niet zo dat Wit hier slecht staat. Maar hij won het gewoon. Maar zwart is oké. Een ander idee na A3, loper E6, was hier dame B3. Drukt weer op D5, drukt op B7. Zwart pareert dat simpel. Nu slaan we weer op E6. Steeds dat idee, je ruilt het ene voordeel voor het andere. De pion op D5 is niet langer geïsoleerd, heeft zelfs steun van de pion op E6. Maar wit heeft natuurlijk deze prachtige loper. En wil proberen met deze pion, E2, E4, de boel te gaan breken. En als dan de boel openkomt, dan is dat witte loperpaar wellicht beslissend. Toren AD1. En deze stand vind ik al niet eens meer heel erg lekker voor zwart. Dit soort type standen heb ik ook gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet oké. Okay. Dat was even A3. En dan krijg je uiteindelijk te maken met toren C1. Loper G4. Loper E6 direct kan ook. Maar de bedoeling is om H3 uit te lokken. En aan te tonen dat je met dame D7 een tempo wint. Maar dat tempo wordt niet gepakt, want wit ontdoet meteen zich van het zwarte loperpaar. En hier zie je de combinatie van ideeën. Het idee van Smyslov, F4, die loper naar F2 te spelen in plaats van koning H1. Geen tijd te verliezen, ook met dame A4. En loper F2. En deze stand vind ik niet meer oké voor zwart. Om deze reden heb ik de Taras destijds opgegeven. C4 vond ik toen nog niet zo. En ja, dit is een klein beetje het idee geworden voor de zwartspeler om naar iets anders uit te gaan zien. Nog één voorbeeld uit het Karpov-kamp is dit moment. Moet ik eventjes erbij pakken. Waar is dat? We gaan eens even kijken. Misschien eerst nog even deze, dame A4. Dit is wat Beljavski speelde. Dit waren dus de eerste ideeën tegen die Taras. Maar loper D7 bleek goed te voldoen. Staat er een beetje vreemd, want wat doet hij daar? Ja, die dame indirect aanvallen. Toren D1. Paard B4 valt die dame aan. Die gaat weg. En toen kwam Kasparov met het hele sterke A5. Toren D2 maakt een veld vrij op D1. Wat nu gebeurt? Dame B1... A3, sterk gespeeld, dame B1 en loper F8. Beljavski verloor deze partij razendsnel, maar dat wil niet zeggen dat deze stand slecht is voor wit. Maar het is ook niet bepaald de weerlegging van de Taras. Dus witspelers gingen toch wel naar iets anders uitkijken. Dus dat is dat moment van Beljavski. En dan is het uiteindelijk Karpov... die in deze stand, eentje terug, hier toren C1 speelde. Zeg ik het goed? Even kijken, waar zitten we inmiddels? Sorry, dame B3. Dame B3 als een van de zetten. Ik heb je toren C1, dat vind ik vervelender, maar dit is wat Karpov, laten we het historisch toch nog even helemaal volbrengen. Drukt opnieuw op B5 zonder de zet A3. Dus meteen weg. Kortsnij vond daarom dat hij dus eerst A3 moest doen. Maar dit is het Karpov-kamp dat dit bedacht. De dame gaat rustig naar C2 en heeft dat veld op F5. Wat ik hier markeer. Loper G4. Bezet dat veld. Kijk naar de loper. Kan eventueel de loper onschadelijk maken. Toren C8. Hij kan al op E7 pakken. Dat doet Karpov niet. Voert die druk verder op. Loper C5, ruilt, paard E3. En dit is een interessant moment. Zwart staat niet slecht. En dit is ook een typische Karpov-stand. Het is heel marginaal, het is allemaal heel klein, maar het is wel vervelend voor zwart.
Kasparov verloor uiteindelijk deze partij. Dit is de enige partij die hij verloor met de Taras. Dat lag echt niet aan de opening. Maar dit is niet zijn speltype. Hij verloor uiteindelijk in een heel ver eindspel. Waar hij een briljante positionele truc, valstrik van Karpov over het hoofd zag en verloor de partij. Maar dit is ook een van die redenen dat je denkt, ja, wil je dit wel spelen? Nou, ik niet. Maar wat ik je net aangaf met torens 1, dat vond ik veel vervelender met die loper naar f2 en e4 door te zetten. Oké. Goed, de zet, onze repertoire zet is dus c4. We gaan dus niet meer in het... in de variantenreeks met cmld4 proberen te vroeten of we daar nog iets kunnen vinden. Maar we proberen een eigen gezicht eraan te geven, c4. Goed, paard e5, een van de meest gespeelde zetten. Wit kan gaan proberen te breken met b3, dat zullen we allemaal bespreken. Maar dit is de meest ambitieuze zet. Het houdt de optie open om met f4 het paard te ondersteunen en eventueel een koningsaanval op te zetten. En onder omstandigheden... kan het ook weer met B3 weer verder gaan breken. Dus het is heel multifunctioneel. Goed. Zwart moet op D5 gaan letten. En daarom dekt hij die pion. Die loper lijkt daar heel passief te staan. Maar we zullen zien dat dat toch wel een klein beetje schijn is dat bedriegt. En we gaan naar twee partijen kijken van Polokiewski. Polokiewski was een zeer sterke Russische grootmeester. Nooit de echte wereldtop, maar een ongelooflijk sterke subtopper... die van elke wereldkampioen kon winnen. En hier zien we hem twee keer met wit. Hij was een groot theoreticus die heel ver dingen analyseerde in een tijd dat er nog geen computers waren. En hier gaan we hem twee keer zien verliezen tegen eigenlijk een speler die wel grootmeester was, Pfleger, een Duitse grootmeester, maar die niet eens beroeps was. Hij was arts. En Pfleger bedient zich tweemaal van deze variant. En Polokiewski verliest twee keer. En dat was eigenlijk wereldschokkend. En van een tweede rangspeler verliezen. En van iemand die veel minder theorie kende. Polokiewski was heer en meester met de witte stukken. Goed. De eerste partij laten we die bekijken. E3. Pfleger speelt hier een set die ik niet aanbeveel. Maar die niet slecht is. Onze repertoire set is hier H6. Mijn stelling is namelijk probeer zo snel mogelijk die loper te veroveren om na F4 paard E7 te spelen om F5 tegen te houden. Zwart dreigt hier al B5, zwart is hier echt oké, maar daar komen we later over te spreken. Pfleger speelt hier paard D7. Wil ook lopen ruil, alleen het is ruilen van de lopers. Maar het is niet slecht. Loper E7, natuurlijk slaat hij hier met zijn paard, met de dame, is niet helemaal lekker. Dan krijg je dit soort gedoe. En dat is net niet helemaal oké voor zwart. Net niet. Hij slaat daarom met zijn paard, u bedekt D5. En hier glijdt Polokiewski helemaal uit. Dit is de volkomen verkeerde manier van spelen. Breken is op zich goed, maar zijn stand is er nu niet naar. Hij had hier F4 moeten doen en dan staat het ongeveer gelijk. Pfleger slaat, dame A5, en het wordt hier eigenlijk al duidelijk dat er iets niet klopt aan die witte stand. Wit heeft namelijk helemaal niks. En het is eigenlijk al minder dan niks. De druk op C3, en zwart gaat gewoon twee torens neerzetten op D8 en op C8. En kijk even naar die pion op C4. Die wordt een held. Dame E1, ja, toren C1, dan komt toren C8. Het dreigt paard D5. Oké, nou dat is opgeheven bij deze. Paard D5, nu sla met je toren. Hij slaat op C4. En die loper op E6, die heel erg passief was, die wordt langzamerhand sterk. En die loper op G2, die kan een pionnetje winnen op B7. Misschien moet dat het hele idee geweest zijn van Polokiewski. En hij besluit het hier niet te doen. En dat is eigenlijk meteen ook... Ja, de kanteling in de partij, die is eigenlijk al geweest. Maar hier komt nog opnieuw zo'n moment. Hij doet dit niet. Dat had hij moeten doen. Dan reed toren B8, loper G2. En na dame E5 staat het materieel weer gelijk. En staat zwart hier ietsje beter. Kijk naar dat veld op D3. Die toren komt daar. En ja, dit is niet prettig. Maar dat had hij moeten doen. En dit is nog te verdedigen met wit. Wit heeft natuurlijk ook wel met E4 en F4 iets ook in de melk te brokkelen.
Hier aarzelt hij. En ja, begint maar iets. En laat die pion op B7 ongemoeid. En nu komt hij er helemaal niet meer aan toe. Valt het paard aan. Dat paard gaat weg. En wit biedt dameruil aan. Maar daar gaat zwart niet op in. En drukt op E3. En die kan hij eigenlijk niet goed gaan dekken. Nou, koning F2 ga je natuurlijk niet kijken. Paard G5. Probeert iets terug te doen. We pakken die pion. En dame B1. Nou, dat moet het idee geweest dan zijn. Er hangt H7 en er hangt B7. De een mag je hebben, de ander niet. Dus hij speelt loper F5. Verhindert dame H7. En dame keer B7. Oké, we vallen de toren aan. En Pfleger doet het heel safe. Zet de toren daar neer waar hij niet meer aangevallen kan worden. En dekt ook meteen deze pion nog een keertje extra. In het geval dat aan de orde zou kunnen zijn. Goed, zullen we torenruil? Daar heeft Pfleger geen bezwaar tegen. Want, kijk eens. Dat kan de held steeds zijn in deze hele Tarras variant. Die pion op C4. Die gaat naar de overkant. En zwart heeft daar eigenlijk niet zo heel veel moeite meer mee. Want wit kan er niet zo veel meer tegen doen. Vooral die loper op F5 is vreselijk sterk. Dame F3, pent. Toren C8, ondersteund. G4. En we zien dat Pfleger niet eens meer die loper weghaalt. Schaak. Koning weg. C2. Ja, er dreigt gewoon C1. Dus je hebt geen tijd om die loper te pakken. Hij moet ervoor staan. En nu heel fraai. Loper keer G4. Oh jee. Het is helemaal mis. Het is uit. Polgerski moet nog even verdwaasd een paar zetten hebben gedaan. Want als hij slaat hier, kan hij hier meteen opgeven. Hij speelt nog even door. Hij moet het geweten hebben dat het hier voorbij is. Kijk nog even naar F7. Maar dat wordt simpel gepareerd. Paard E4. En er wordt niet eens meer dame geruild. Dame D1 dreigt. Dat verhindert hij nog even zo. En na deze zet is het uit. Dame C3, dame D1 is echt wel over. Een vreselijke nederlaag voor Pologievski. De sterke Russische speler die hier toch eigenlijk er wordt afgezet. Montilla 1975. We gaan 3 jaar verder in de tijd. En de heren treffen elkaar opnieuw. En het is in een Olympiade. Staat altijd veel op het spel. En Pfleger en Pologievski treffen elkaar opnieuw. En Pfleger zal een grote rol spelen om het Duitse team de overwinning op de Russen te laten genieten. Goed, Pologievski heeft zijn huiswerk gedaan. En heeft een paar ronden eerder tegen Lawrence Day ook deze stand. Dus Pfleger was ook op de hoogte hoe Pologievski het waarschijnlijk zou spelen. Hij slaat op C6, B0 C6 en B3. Tegenwoordig spelen de witspelers het zo. Mijn aanbeveling is hier om toren C8 te spelen. Daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst eens even kijken naar dame A5. Dat is de meest gespeelde zet. Maar het variantencomplex bevalt me niet. Te veel, te lang, te ingewikkeld. En laten we maar eens even kijken hoe zoiets verloopt. Paard A4. Dat paard zult aangevallen. En dat kijkt vooral naar dat belangrijke veld C5. Want daar gaat het steeds om. Zwart wil proberen die pion naar voren te brengen. Toren D8, nuttig. E3. C5. Lopen keer F6. En belangrijk moment. Gf6. Je moet pakken met je pion, anders verlies je pion op C5. En dan krijg je deze stand. Weet dat dit allemaal niet geforceerd is na dame A5. Er zijn heel veel mogelijkheden voor die torens voor zwart. Toren naar B8, toren naar C8, toren D naar C8. Het is ongelooflijk. Het is bijna niet meer te bevatten wat allemaal mogelijk is. En het is ook niet onlogisch dat hier de spelers niet altijd de sterkste zet deden. We zien dat zwart heeft een dubbele F-pion en dat ziet er vreselijk lelijk uit. En Pfleger toont aan dat het allemaal niet zo heel ernstig is. Goed. We gaan een klein stukje verder, want de partij kende natuurlijk, wat ik net zei, een voorganger. En opmerkelijk dat Pologievski in zijn huiswerk
dat hij meestal zeer nauwkeurig deed, hier niet de zet al vond die de zwarte stand eigenlijk wel best wel kritiek maakt. Als wit hier op c4 had gepakt, dan moet zwart hier pakken op d4. Slaan op c4, dan is loper keer a8 een kwaliteitsoffer hier niet zo fantastisch. Daarom uit die lijn. En dan c5. En ja, dit vinden de heren theoretisch hier toch wel erg goed. En mijn engine ook. En ik zou het niet willen spelen met zwart. Ik heb geen vrije c-pion. En mijn verzwakte koningsstand gaat langzaam toch wel een rol spelen. Oké, het paard op a4 doet nog even niet mee. Maar de zwarte stukken doen ook helemaal niet mee. Dit is kritiek. Dit is niet oké. Maar dit is niet het einde van de variant dame a5. Omdat er heel veel opties nog waren, zoals ik zei, voor de zwarte speler met allerlei torenzetten. Bologeski benut die kans niet. En hij slaat hier op c5. En dat is een duidelijk stuk minder. Maar goed, hij had die partij, had die stand al een keer gehad in een eerdere partij, zoals ik je vertelde. En daar won hij mee. Heel makkelijk. Dus misschien was hij niet zo heel kritisch. En verwachtte hij ook niet dat Vleker opnieuw deze stand zou ingaan. Goed, deze stand, daar is hij dan. Dit is de stand die Bologeski dus 2 keer op het bord zou krijgen. En opmerkelijk, ook hier weer, en dan kun je zien hoe de rol van de ancients toch wel vandaag de dag wel een enorme invloed hebben. Pfleger die deze stand ongetwijfeld op het bord in zijn hotelkamer met zijn Duitse collega's gehad moet hebben, weet hij niet de sterkste zet te vinden. Maar hij heeft het dus wel voorbereid. Ja, dat kan ik allemaal makkelijk zeggen hè, met ancients achter de rug. Hij speelt hier nog wel overigens de goede set, maar 1 of 2 zetten later niet. Laten we eerst kijken wat Lawrence Day deed. Canadese speler, geen vreselijk sterke speler in vergelijking met het kaliber Bologeski. Loper f8, veel te passief. e4, nou dan zit hij ook nog met een horizontale penning van de dame. Toren ab8. Maar dit is het allemaal niet meer. Ja, als je nu slaat op d5, dan komt toren d1. En dan heb je een probleem nog steeds met die horizontale penning. Dus hij gaat maar weg. En een paard b2 is dit helemaal niks meer. Het is helemaal compleet kapot. Lawrence Day, floor, kansloos. Goed, de Duitsers moeten dat hebben gezien. En die moeten hebben gedacht, ja, je kan hier beter meteen uit die lijn gaan van de loper op g2. Je dekt de loper op c5, kom op. Bologeski speelt hier toren fd1. En hier speelt Vleger niet de optimale zet. Die is later bekend geworden. En dat laat ik je even zien, daar zit een buitengewoon opmerkelijk verhaal achter. De sterkste zet is hier loper b4. En dan heeft zwart wel goede kansen op het initiatief. Wat is er nou gebeurd? En daar kom ik dus ook achter als ik dit allemaal bestudeer. Dat de witspelers hebben hier loper h3 steeds gekozen. Om eventueel die loper naar f5 te spelen. En ja, als zwart dan slaat, dan is helemaal zijn koningsstand weg. Loper h3. Wit scoort 3 uit 3. En het is een verliezende zet. Hoe kan dat? Nou, omdat de zwarte spelers hier steeds een zet deden die eigenlijk niet zo oké is. En wat deden ze namelijk hier? Ze speelden de zet c3 hier. En dat was niet zo handig. Dus laat ik even kijken. Dus, in deze stand, loper b4, loper h3... En dan is hier de zet, eerst loper keer h3, sorry, loper h3, dame h3. En hier maakten de zwartspelers een fout die meteen ook de partij kostte. Ze speelden hier c3, wat op zich logisch lijkt. Maar ze gaven hiermee de witspeler de kans om een beslissende aanval op te zetten. De toren komt eruit, dame h6 dreigt en toren g4. Dit gaat mis. Maar een klein zetje verschil is meteen het verschil tussen winst en verlies. Hier is het wit die gaat verliezen. Want na c3 doet zwart er eigenlijk, of wit er eigenlijk niks meer aan om die vrij pion goed tegen te houden. Ineens is het wit die hier gaat verliezen. Hij kan nog even proberen. De engine geeft deze variant.
valt de loper aan. Nou, die wordt natuurlijk gedekt. Dit is het hele idee. Het ziet er allemaal nog een beetje scary uit, of remise-achtig. No way, zegt de ancient. Niks remise, niks eeuwschaak. Ik loop gewoon weg. En als je dit niet gelooft, kun je er nog eens even rustig naar kijken. Maar hier staat wit toch echt verloren. Goed. Oké, kort en goed. De sterkere zet is hier dus loper B4. En Vreger zal met zijn Duitse collega's loper F8 hebben gezien dat dat ook oké is. Het is oké. En hier glijdt opnieuw Polijewski nu, denk ik, uit. Hij weet hier niet de optimale set te vinden. Hij speelt hier toren A1. Had hier loper E4 moeten doen. En naar H6. Die loper naar F5 brengen. En ja, dat is toch wel vervelend. Loper E6 dreigt. En ja, als wit hier dan moet, als zwart moet pakken op F5, dan wordt D5 weer zwak. Zo had hij het moeten doen. Hij staat iets beter. Maar hij speelt het te slom. Toren AC1, ja, een op zich een nuttige zet, maar doet niet zoveel. Een Vreger pakt zijn kans, drukt op B3. En hier, vreselijk, trapt Polijewski in een, ja, toch wel een moeilijke valstrik. Die hij eigenlijk zelf spant. Ik vraag me af of, ja, dat moet ik niet zeggen. Natuurlijk heeft Vreger gezien dat hier op D5 pakken niet kan. Maar Polijewski ziet het niet. Hij had hier paardje 3 moeten doen. En dan cmlb 3 en dan op D5 pakken, is er ongeveer een gelijke stand. Goed, hij slaat op D5 en het is helemaal mis. Polijewski moet gedacht hebben dat zwart ook twee keer terug gaat pakken of zo. Maar dat kan ook niet, omdat C8 in de verte blijft hangen. Ik laat dat zien. Toren keer D5, let op de volgorde. Hij slaat helemaal niet met zijn loper. Toren keer D5. Als zwart nu zou pakken hier, dan komt dame G4 en hij pakt op C8. Blijft er kwaliteit voor. En nu komt de klap. Cman B3. En dit moet wit helemaal niet hebben zien aankomen. De loper op E6 is de beslissende aanvaller in deze stand. Het is zwart hier ineens die aanval heeft. Goed. Hij slaat op C8. Slaan terug. En ja, er hangt nu iets op B3. Die moet gepakt worden, want er hangt ook iets op A4. En dan deze vreselijke zet. Wat een geweldige valstrik van Vreger. Kijk naar die witte dame. Die heeft maar één zet. En daar komt hij. Schaak. En je ziet het aankomen. Loper E2. Dit is een matnet dat niet meer geheeld kan worden. Dreigt mat. G4 maakt een vluchtgaatje. Dame F1. Dame G1. Koning H3 kan niet, is mat op F1. Moet het vrije veld in. Dame G2, mooi. Valt de toren aan en dreigt dame F3. Mat. Pakt op F6. Oké, hij kan pakken op D5, maar hij doet het sterkst. Koning E5. Slaat op E3. Moet daar naartoe. Dame F3. En ja, hij speelt hier. Als die koning E5 had gedaan, dan gaat het zo. Dan is dit uit. Duurt ietsje langer. Ietsje langer. En wint zo de dame. En Polijewski speelde hier. Hij moet helemaal verdwaasd zijn geweest. En stond hij ook nog mat. Goed. Kort en goed, een eerste kennismaking met de Taras. We hebben geleerd dat dit de hoofdvariant is. In de Rubinstein variant, de opbouw met G3. Dat Kasparov altijd zich heeft bediend van cmld 4. Dat dat toch niet helemaal tevredenstellend is. En dat dit de zet is in onze repertoire zet die mogelijkheden biedt om volwaardig spel te krijgen. We hebben twee partijen gezien. Van twee heren die elkaar twee keer ontmoeten. Polijewski, de sterke Russische grote theoreticus, die er twee keer wordt afgezet tegen de Duitse speler die niet eens professional, maar arts was, Helmut Vreger.